De economie wordt duurzaam, digitaal en circulair. Een uitdaging, maar het biedt zeker ook kansen. Welkom bij de 5e aflevering van Ook Jouw Zaak, waarin ondernemers vertellen wat innovatie hun zaak oplevert. Voor sommige ondernemers is duurzaamheid helemaal niet nieuw, maar hoe blijf je dan onderscheidend? Vandaag nemen we een kijkje bij Hotel Pincoffs. Edwin, 12,5 jaar geleden begonnen met de Pincoffs Hotel samen met je vrouw. En jullie wilden het helemaal anders doen. Waarom eigenlijk? Ja, wij wilden een boutique hotel maken, een kleinschalig hotel en een duurzaam hotel. En duurzaamheid lag toen nog niet zo erg voor de hand. Maar omdat wij zelf al duurzaam leefden, bijvoorbeeld biologisch vlees op tafel zetten als we vlees aten. Ja, dan ga je je gasten natuurlijk niet iets van de kiloknaller voorschotelen. Dus we zaten al heel dicht bij wat we wilden zijn. Wat ben je zoal aan duurzaamheid gaan doen in jullie hotel? Ons motto is groen met een glimlach. En daar werken we dan ook heel erg naartoe. En dat houdt in dat we planten bomen. We hebben dat in Panama gedaan, we doen dat in Rotterdam. We proberen te vergroenen. We hebben circulaire materialen gebruikt voor de inrichting. Bijvoorbeeld lampen van zeekaarten, maar ook bedkastjes van fietsbanden. Allemaal leuke dingen waardoor mensen ook een glimlach op hun gezicht krijgen als je aan duurzaamheid denkt. Nu raakt duurzaamheid wel steeds meer hip, om het zo maar te zeggen. Hoe behoud je dan je onderscheidend vermogen? Ja, dat is natuurlijk hartstikke fijn, hè, dat duurzaamheid populairder wordt en een steeds breder draagvlak krijgt. En bij ons is het ook niet het hele verhaal. Duurzaamheid is onderdeel van het hele pakket. Het is de beleving hier, de kleinschaligheid, de hoogwaardige service. We leveren echt een ander product en duurzaamheid is daar gewoon een heel belangrijke factor in. Ja. En daar zullen we ook mee blijven onderscheiden, omdat we het ook op een originele manier aanpakken. Nu zit in het woord duurzaamheid helaas ook het woord duur. Heb jij dat ook zo ervaren, dat jij meer kosten maakt? Kosten en duur zijn andere dingen. Bij ons ontbijt bijvoorbeeld. Wij serveren ontbijt aan tafel. Omdat biologisch vlees best duur is. In ieder geval duurder dan gewoon vlees. Maar doordat we daar weer een oplossing voor hebben gevonden, wij vragen aan de gasten of ze vleeswaren willen, komt het alleen maar uit de koelkast als het nodig is. Dus wij verspillen veel minder vlees. En daardoor worden de kosten per gast in de hand gehouden. Hoe meten jullie dan resultaat? Wat is voor jullie het belangrijkste? Ja, toch aan de blijdschap van de gasten. Mensen die tevreden zijn en met een glimlach op hun gezicht de deur uitgaan. Ja, dat zijn de geluksmomenten die wij als hotelier bereiken. We hebben meer dan een bed en een douche. Het is de hele beleving, het hele verhaal wat we vertellen. Of het nou storytelling is, of het nou duurzaamheid is. Het is het hele pakketje waar mensen voor kiezen. Edwin, super gaaf dat we even in jullie hotel mochten kijken. Graag gedaan. Voor de ondernemer die nu kijkt, heb jij nog een tip? Ja, als je met duurzaamheid aan de slag gaat, dan moet je het klein houden. Dicht bij de ziel van je bedrijf blijven. Dicht bij je eigen hart blijven. En met dat enthousiasme wat je dan voelt, daar kun je allemaal andere projecten mee beginnen. Heeft het verhaal van Edwin je geïnspireerd en wil jij je zaak ook een boost geven door te verduurzamen? Check dan de website.